eigenlijk vinden we het niet zo erg als we een keer het licht in de badkamer vergeten uit te doen. Maar we gebruiken al veel te veel energie. En daarmee belasten we het milieu. Dus moeten we wat beter nadenken als we energie gebruiken. Want je bespaart veel meer dan energie alleen. Dit was op televisie in 1993. Ik was 7. En al mijn hele leven wordt er gewaarschuwd voor klimaatverandering. Al mijn hele leven weten we dat ons voortbestaan op het spel staat. En al mijn hele leven wordt er te weinig gedaan om het te fixen. Maar waarom gebeurt er eigenlijk zo weinig? Is de mens niet slim genoeg om zijn eigen ondergang te voorkomen? Kunnen we niet goed genoeg samenwerken? Nee, dat zijn de problemen niet. We zijn slim. We kunnen samenwerken. Dat weet ik zeker, want dat hebben we al eens laten zien. Een voorbeeld. In de jaren 80 ontdekten wetenschappers dat er een gat in de ozonlaag ontstond. En dat wil je niet, want zonder ozonlaag verbranden we levend. En de wetenschappers ontdekten dat het kwam door de gassen in onze koelkasten en onze haarlak. Ja, in de jaren 80 gebruikten mensen veel haarlak. CFK's heten deze gassen. En het was overduidelijk dat er ingegrepen moest worden. Dus dat gebeurde ook. Binnen 2 jaar sloten landen van over de hele wereld een verdrag om deze stoffen te verbieden. Koelkasten en spuitbussen werden anders ontworpen. En dat had direct effect. CFK's verdwenen uit de atmosfeer en het gat in de ozonlaag boven Antarctica lijkt zich te herstellen. En de aarde herstelt zich dus door menselijk ingrijpen. Dat kunnen we dus. Of toch niet? Fast forward naar 2020. Het ene na het andere internationaal afgesproken klimaatdoel wordt gemist. En de eerste gevolgen van klimaatverandering beginnen we te merken. We gaan keihard af op een gigantische klimaatcrisis, waarin grote delen van de aarde onleefbaar worden. Tenzij we nu het roer omgooien. En dat kunnen we, als we leren van het verleden. En in het komende kwartier neem ik je mee in een verhaal over de momenten in de afgelopen 30 jaar waarop er een kans lag om klimaatverandering te stoppen, over grote economische belangen die zulke verandering keer op keer blokkeerden, en over waarom het nu anders is. Hoe onze plannen om Nederland klimaatneutraal te maken er deze keer wel doorheen gaan komen. Het spotje aan het begin sloot af met de zin: een beter milieu begint bij jezelf. En hoewel dat misschien goed bedoeld was, is het niet helemaal eerlijk. Een beter milieu begint niet bij jezelf. Het begint bij deze multinationals. Bij Exxon, Mobil, bij Shell, bij BP, Chevron, China Coal. Zeg maar de fossiele industrie. Slechts 100 bedrijven zijn verantwoordelijk voor meer dan 70% van alle uitstoot in de afgelopen 30 jaar. En dit zijn commerciële bedrijven. Ze zijn maar op één ding gericht. Winst maken. En daarom werkt hun lobby keihard om klimaatbeleid keer op keer te blokkeren. En om te zien hoe dat werkt, gaan we even terug in de tijd. We beginnen bij het allereerste internationale klimaatakkoord ooit. Dat werd gesloten op de Rio Earth Summit van 92. En daar sprak de Greta Thunberg van 30 jaar geleden. De 12-jarige Canadese Severn Suzuki richtte zich tot de wereld. Coming up here today, I have no hidden agenda. I am fighting for my future. I'm only a child and I don't have all the solutions. But I want you to realize, neither do you. If you don't know how to fix it, please stop breaking it. If you don't know how to fix it, please stop breaking it. Deze speech was een succes. En de Earth Summit werd een nog groter succes. Landen over de hele wereld spraken af hun CO2-uitstoot terug te dringen. En in Nederland kwam begin jaren 90 het plan voor een CO2-belasting op tafel, zodat grote vervuilers zouden mee gaan betalen voor hun uitstoot. Er was een probleem en er was een oplossing, maar toch gebeurde het niet. Waarom niet? Het is precies wat je nu denkt. De lobby van de fossiele industrie. Het Amerikaanse olieconcern ExxonMobil wist in 1977 al wat hun werkzaamheden voor gevolgen hadden voor het klimaat. En Shell wist het zelf vanaf 1991 zeker. Ze maakten er zelfs een film over. Shell-medewerkers zien in hun eigen tabellen dat wat ze van plan zijn, de wereld zal vernietigen. They forecast that by 2050,
global mean temperature could have increased by at least a degree and a half, possibly near a four. Snow melt there. This may not sound much, but what the computer modelers are looking at is the possibility of change at a rate faster than at any time since the end of the Ice Age. I think particularly over the ocean here, over the North Pacific. Change too fast, perhaps, for life to adapt without severe dislocation. Kijk, deze kennis bedreigde hun miljardenomzet. Dus wat deden deze oliereuzen? Ze kopieerden de technieken van de tabaksindustrie van 50 jaar eerder. De tabaksindustrie wist toen al dat roken heel schadelijk is. Maar ze zetten daar een heel ander narratief tegenover. Kijk maar eens naar deze Camel commercial uit 1949. What cigarette do you smoke, doctor? According to this repeated nationwide survey, more doctors smoke Camels than any other cigarette. See how mild and good tasting a cigarette can be. Wat kan met sigaretten? Dat kan ook met CO2-uitstoot. Dat moeten die grote bedrijven gedacht hebben. En ze gingen zogenaamd onpartijdige experts betalen om twijfel te zaaien over de gevaren van hun product. Eén van die onpartijdige experts was een Leidse hoogleraar fysische scheikunde. Hij was onder andere meer dan 30 jaar lang adviseur voor Shell geweest. Zijn naam? Frits Butcher. Bedrijven als Shell, KLM, de GasUnie, Hoogoven, Schiphol en 19 andere bedrijven haalden hem aan als een onafhankelijke milieuwetenschapper. Ze financierden hem met ruim 1 miljoen gulden, zodat hij kon vertellen dat het broeikaseffect niet bestond. Hij schreef opiniestukken, artikelen, verscheen in talkshows en was zelfs één van de experts die in 1995 de Tweede Kamer toesprak over de gevaren van klimaatverandering. Zijn boodschap was steeds dezelfde. CO2 speelt geen rol in de opwarming van de aarde. En hij was succesvol, want een Nederlandse CO2-heffing voor de industrie ging van tafel en het fundament voor de klimaatskepsis in Nederland werd gelegd. 1-0 voor de lobby van de fossiele industrie. Maar gelukkig, de klimaatconferenties gingen door. In 1997 vond er een klimaattop plaats in Kyoto. We'll recommend the adoption of this protocol to the conference by unanimity. De wereld maakte daar nieuwe klimaatafspraken. Elektriciteit zou vanaf dat moment steeds meer opgewekt gaan worden door duurzame energie. Ook hier in Nederland. Er was een probleem, er was een oplossing, maar weer gebeurde het niet. Sterker nog, in plaats van te kiezen voor schone energie, besloot Nederland aan het begin van deze eeuw maar liefst 3 gloednieuwe kolencentrales te bouwen. En dat ging niet zonder slag of stoot, want dit keer was de milieubeweging vastbesloten dit niet te laten gebeuren. Maar de lobby kwam met een nieuwe strategie. Angst verspreiden over de economische effecten van klimaatbeleid. Klimaatbeleid kost banen, zeiden ze. Dat brengt bedrijven in de problemen. Het geeft onze economie een concurrentienadeel. Het werkte. De bedrijvenlobby overtuigde toenmalig D66-minister Laurens-Jan Brinkhorst. En in een tijd dat Nederland had moeten inzetten op duurzame energie, koos de regering voor de bouw van 3 nieuwe kolencentrales. En die centrales staan nu allemaal in de landelijke top 10 van CO2-uitstoters. 2-0 voor de fossiele industrie. Nu maken we een sprong naar 2015. J'invite maintenant la COP à adopter le projet de décision intitulé Accord de Paris qui figure dans le document. Je regarde la salle, je vois que la réaction est positive, je n'entends pas d'objection. L'accord de Paris pour le climat est accepté. Parijs 2015. Een super bijzonder moment. En we hebben nog 10 jaar om werk te maken van de uitvoering. En daarmee zijn we aangekomen op een kruispunt. En de roep om verandering is groter dan ooit. En de plannen om een totale klimaatcrisis te voorkomen liggen er. Er is een probleem, er is een oplossing. En reken maar dat ook deze keer de fossiele lobby er alles aan gaat doen om ervoor te zorgen dat er niets gaat gebeuren. Shell trekt jaarlijks $49 miljoen uit om regeringen te overtuigen af te zien van ieder effectief klimaatbeleid. In de woorden van Shell-topman Ben van Beurden: ik pomp alles op wat ik kan oppompen om de vraag te vervullen.
van de fossiele industrie gaat de verandering duidelijk niet komen. Maar van een beweging van onderaf wel. Want in een democratie bepaalt de bevolking wat er gebeurt. En dat is waar verandering begint. Burgers die een regering kiezen en die regering aansporen tot actie. En als wij met genoeg mensen niet meer willen dat de lobby het voor het zeggen heeft, dan is dat hoe het zal gaan. En de hoeveelheid mensen die hier nu voor strijdt, is precies wat het verschil gaat maken. Want deze strijd is niet nieuw, maar het momentum wel. Augustus 2018. Eén meisje besloot te spijbelen voor het klimaat. De Zweedse Greta Thunberg staakte in haar eentje voor het Zweedse parlement. En haar activisme verspreidde zich als een olievlek over de wereld. In maart 2019 stonden wij in de zeikende regen met 40.000 mensen op de Dam. En in september van dat jaar gingen wereldwijd 7 miljoen mensen de straat op voor het klimaat. De grootste demonstratie ooit. Deze geest gaat niet meer in de fles. Europeanen kiezen de ene na de andere groene regering. De klimaatgeneratie is opgestaan. Een generatie die zich niet kenmerkt zozeer door leeftijd, maar door een gedeelde mentaliteit. Het geloof in vooruitgang. Het vermogen om een toekomst te zien die nu nog niet bestaat. Deze keer gaat de lobby het niet winnen van mensen. Vandaag presenteren we onze Green New Deal voor Nederland. Onze routekaart naar een klimaatneutrale samenleving in 2045. Het is het meest ambitieuze en tegelijkertijd meest realistische klimaatplan dat GroenLinks ooit geschreven heeft. En ons plan bestaat uit 2 delen. We bouwen de fossiele wereld af en we bouwen een duurzame samenleving op. Laten we eerst maar eens beginnen met hoe we die fossiele wereld gaan afbouwen. Allereerst, de vervuiler betaalt. We schaffen de belastingvoordelen voor de fossiele industrie af en voeren een krachtige CO2-belasting in. Kolencentrales sluiten. Dat gaan we de komende kabinetsperiode doen. Gasboringen stoppen. We stoppen met boren onder de Waddenzee en beschermen dit prachtige natuurgebied. De bio-industrie afschaffen. Alle dieren krijgen daglicht, ruimte om zich te bewegen en hun natuurlijke gedrag te vertonen. Minder vliegtuigen. We voeren accijns in op kerosine en btw op vliegtickets. Schiphol gaat krimpen en Airport Lelystad gaat niet open. En natuurlijk, de fossiele lobby gaat eruit. De overheid bepaalt de klimaatdoelen en daarover gaan we niet in gesprek. De lobby komt er niet meer tussen. En dan, het mooiste. Wat gaan we allemaal opbouwen? Laten we beginnen met meer treinen. We bouwen een Europees hoge snelheidsnetwerk voor treinen, met ieder uur een trein van Amsterdam naar Londen, Parijs, Brussel, Berlijn, Barcelona. En treinen moeten goedkoper, makkelijker en waar mogelijk zelfs sneller worden dan vliegtuigen. Natuurherstel. We breiden de Nederlandse natuurgebieden uit. We planten de komende jaren 17 miljoen bomen in ons land. Duurzame woningen. Nieuwbouwwoningen worden duurzaam en we isoleren de bestaande huizen. En het openbaar vervoer. We bouwen nieuwe metrolijnen, bredere fietspaden en paden en zorgen voor elektrische bussen die vaker gaan rijden. En als laatste, heel belangrijk, 100% duurzame energie. We gaan zo snel mogelijk naar een land dat volledig functioneert op duurzame energie. En kan dat wel? Dat krijg ik vaak te horen. Waar halen we dan onze energie vandaan? Nou ja, laten we hier even heel goed en heel precies naar kijken. Deze cilinder, dat is hoe onze energiehuishouding eruit ziet. Op dit moment, dit is de energiebehoefte in 2045. Op dit moment is zo'n 8% van onze energie duurzaam opgewekt. Dus die overige 92 is grijs. Door fossiele brandstoffen. Maar dat kan veel beter. Want wist je dat we in Nederland nog maar liefst 325 vierkante kilometer aan daken hebben waar we zonnepanelen op kunnen leggen? Dat is een oppervlakte 3 keer zo groot als de gemeente Utrecht. En als we die op al die, als we op al die daken zonnepanelen leggen, dan komen we ongeveer, even kijken, hier. En dan hebben we nog nieuwe technieken. Ja, zoals geothermie. En daarmee kunnen we ook heel veel doen. Dan komt dit erbij. Er wordt veel onderzoek gedaan naar al die nieuwe technieken. Zoals aquathermie, getijdenenergie. En dat zijn onwijs kansrijke innovaties.
die waarschijnlijk een groot deel van deze mix gaan bepalen. Maar ja, daar kunnen we nu nog niet goed inschatten wat dat gaat worden. Dus die rekenen we nu voor het gemak nog niet eens mee. Dan de grootste klapper, die gaan we maken met windenergie. De afgelopen jaren zijn we begonnen met windmolenparken aan te leggen in de Noordzee. Maar er is nog veel meer ruimte. En door nog meer delen van de Noordzee te bestemmen voor windmolens, kunnen we in bijna onze hele energievraag voorzien. Daar gaat hij. Zo. We zijn er bijna. En dit laatste stuk, dat vullen we in door internationale samenwerking. Er zijn namelijk tal van landen om ons heen die meer duurzame energie produceren dan ze zelf gebruiken. En in plaats van olie te importeren uit Saoedi-Arabië of uranium uit Kazachstan, halen we waterkracht uit Noorwegen, wind uit Schotland en zon uit Spanje. En zo gaan we in 2040 ruim over de 100% duurzame energie heen. Dit is ons idee. Het grootste naoorlogse investeringsplan waarmee we de klimaatcrisis aanpakken. En een nieuwe, eerlijke economie bouwen waarbij we minimaal 100.000 nieuwe banen creëren. En dit idee kunnen we alleen samen realiseren. Want de tegenstand zal enorm zijn. Aanvallen van rechtse politici zullen komen. En de lobby van grote bedrijven zal, net als alle vorige keren, klaarstaan om ons proberen te stoppen. Maar dat gaat dit keer niet lukken. Kijk, het slechte nieuws is dat de klimaatcrisis door de mens zelf is veroorzaakt. Maar het goede nieuws is dat wat we zelf hebben gecreëerd, dat we dat ook zelf kunnen veranderen. Dat is hoop. En de tijden zijn veranderd. Een nieuwe generatie is opgestaan. En samen gaan we de grootste online beweging bouwen die Nederland ooit gezien heeft. En met die beweging gaan wij op 17 maart 2021 de verkiezingen winnen. Doe mee en word online campaigner. Meld je aan.